Jannik, ja, dit is niet verwacht. Nee, maar Rivière was gedurende de volledige competitie de beste. Hebben ze ook laten zien. We hadden nog geen ene keer compleet gespeeld tegen hun. Altijd redenen, blessures. In de kern, die ook wel met wat problemen te kampen had. Maar we wisten dat we ze aan konden. En we hebben met de beperkingen van onze groep, die er ook zijn, hebben we dat toch goed gespeeld. En ik denk dat dan op dat vlak misschien verdiend kan zijn. Mee, we kennen de tweemaal feest hier in de Lotto Arena. Tweemaal feest vanavond. Ja, de Lotto Arena, dat begint een beetje onze thuis te worden. Hè. We kunnen misschien beter vooraan of hier thuis mogen spelen, want we verliezen hier niet voorlopig. Maar ja, het zal zeker feest zijn. Ik denk dat mijn groep heel hard gewerkt heeft. Ik zeg het met de beperkingen dat we hadden. We wisten dat ze een heel sterk herenviertal hadden. Maar scoren niet altijd even scherp zijn. Vorige week waren ze heel scherp, vandaag iets minder. En dan moeten ze geen domme fouten maken en moeten ze laten gooien. Of toch zoveel mogelijk druk geven en het shot laten vliegen. En dan hopen dat het er niet invalt. En bij ons zat het maar op het juiste moment in. Tot slot, is het niet tijd dat enkele junioren doorgeschoven worden? Ja, kijk, vanaf volgend jaar verlaat ik het schip. Ik ben heel blij dat ik dat op deze manier kan doen. Als speler blijf ik absoluut bij meeuwen. En dat is iets wat bestuur moet beslissen wat we daarmee gaan doen. Maar ik denk dat die groep wel heel graag samen blijft. Dus ik denk dat het een moeilijk iets is om binnen onze groep te doen. Maar ja, dat zullen we volgend jaar zien wat ze ermee gaan doen. Hè.